De verbouwing van winkelcentrum Presikhaven in Arnhem is nog niet eens afgelopen en er zijn al twee winkels gesloten. De Intertoys en ook kaaswinkel De Delicatessenhof is gesloten. Wat vindt het winkelend publiek hier eigenlijk van? Willen ze wel een kaaswinkel in Presikhaven? En wat vindt u ervan dat hij weg is na een jaar? Ja, nou ja, blijkbaar hebben de winkeliers het moeilijk. Ja. Ja. Ja, dat is een tendens van de laatste tijd, denk ik, hè? Ja. Is er geen ruimte in winkelcentrum Presikhaven voor een kaaswinkel? Daar ben ik niet zo erg op de hoogte. Wat denken jullie, is er geen ruimte voor een kaaswinkel in dit winkelcentrum? Ja, ik vind het wel. Dat was gewoon een goede plek voor hun. Dus tussen de groenteboer en tussen ons. Dus, En hoe kan dat dan, dat hij weg is? Daar heb ik geen idee van. Nee, dat weet ik echt niet. Geld. Zo wordt het te duur. Te duur? Nee, ik. Dus u zegt, zet er iets goedkopers, goedkoper aanbieden. Ja, dat vermoed ik, ja. Dat te duur is hier. Komt door de overheid, mevrouw. Want ze maken alles veel te duur. Bijvoorbeeld dit was 40 cent, kost nu 55 cent. Bij welke winkel? Albert Heijn. Kijk, ik moest ook voor de lepeltje 10 cent betalen. Ja. Dus het is allemaal gratis. Dus jij zegt, het wordt gewoon te duur allemaal? Ja, nou, mensen gaan dat niet meer kopen. Dan gaan ze failliet. Ja. Nee, maar ik heb er niet van gehoord, maar ik weet dat ik zelf een ondernemer ben geweest. Okay. Een bloemenwinkel heb gehad en dat is gewoon tegenwoordig heel moeilijk. Van kwam u daar? Ja, want zaterdag zijn we er apart voor heen gegaan. Echt waar? Ze waren er niet meer. Vandaag ook? Nee, vandaag niet, want ik wist zaterdag al dat ze er vandaag niet meer waren. Nee, en heeft ze ook maar een jaar gezeten, hoorde ik net. Oh, dat zou kunnen, ja. Kwam u er vaak? Nee, niet vaak. Maar wat haalde u daar? Als we hier waren, dan haalden we nog wel eens wat noten. Nou, dat je het zegt, dat heb ik ook gemerkt. Ging je daar wel eens naartoe? Ja, de delicatessen, de noten en zo, dus de vers gebakken. En dat is wel lekker, ja. Jammer dat hij weg is, hoor. Zo gaat het eigenlijk, het leven. Wat vindt u daarvan? Ging je daar wel eens naartoe? Nooit. Nooit? Nee. En wat zou u wel willen zien als winkelend publiek hier? Wat moet er terugkomen? Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik weet het niet. Het interesseert me ook niet. Als u nou mocht kiezen, wat zou u daar dan het liefste terugzien? Ik kan dat niet zo snel bedenken. Iets misschien voor de dames of zo? Alles is binnen hier, hè? Alles is binnen. Weet ik niet. Ja? U vindt het wel compleet? Ja. Vind ik wel, ja. Nou, voor mij geeft het niet dat hij weg is. Ging u daar niet naartoe? Ik heb een stuk kaas gekocht en die was beschimmeld. 3 dagen goed in de ijskast. Dat meent u niet? Ja, echt waar. Na 3 dagen al schimmel? Ja. Wat was dat voor kaas? Schimmelkaas? Jongbeleken. Oh, gewoon jongbeleken. Ik vind het heel jammer. Natuurlijk ook. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, heel snel, hè? Voor Intertoys vind ik het ook niet normaal. Nee, want hoe lang heeft Intertoys er gezeten? Nog 3 maanden volgens mij, of een jaartje, dat weet ik niet zeker. En hoe komt dat dan volgens u? Alles gaat online en dat is het.